Nou, welkom allemaal. Laatste voorstelling van Eindspel. Ja, het is voor ons ook een leuke periode geweest van oefenen, repeteren met een heel lastig en moeilijk stuk. De mannen die spelen, die hadden zoiets in het begin. Nou, beginnen we niet aan. Daar snappen we helemaal niks van. Maar ja, ik heb ze toch geboeid kunnen houden om het stuk wat meer te verfijnen. En uiteindelijk een product neer te zetten waar we erg tevreden over zijn. Dus ik ben er heel blij mee. En het is toch een gewaagd stuk om daar iets mee aan te vangen. Ik wil u vragen om telefoons uit te zetten. En ja, het stuk zelf is natuurlijk wel wat zwaar op de hand. Beckett was toch wel een existentialist uit zijn tijd. En had het altijd over wat er misgaat, de zwervers, de randfiguren van de maatschappij. Nou, dat kon hij aardig omschrijven. En wat heel boeiend is, dat in zo'n zwaar stuk heb ik geprobeerd wat lucht te geven, wat humor en wat rare momentjes van grappige momenten. Er komt eerst een soort filmpje, een teaser, een voorfilmpje. Een beetje indruk van de making of. En ja, ik zou zeggen, veel plezier. En geniet je. Dankjewel. Thank you.
Einde. Het is ten einde, het loopt ten einde, het loopt misschien ten einde. Het ene graantje voegt zich bij het andere, één voor één. En op een dag, plotseling, is het een hoop. Een kleine hoop. De onmogelijke hoop. Niemand kan mij nog straffen. In mijn keuken van 3x3x3 ga ik wachten tot hij me fruit. Dat zijn pas mooie afmetingen. Ik ga tegen de tafel leunen en ik kijk naar de muur. En ik ga wachten tot hij me fruit. Nu ben ik aan zet om te spelen. Oude doek. Kan er een misère bestaan verhevener dan het mijne? Ongetwijfeld. Mijn vader, mijn moeder, mijn hond. Oh, ik wil wel aannemen dat zulke schepsels lijden als dat ze kunnen lijden. Maar maakt dat hun lijden gelijkwaardig aan het mijne? Ongetwijfeld. Nee, het is absoluut. Hoe groter men is, hoe voller. En hoe leger. Klof! Klof! Nee, ik ben alleen. Naar die dromen, die bossen, genoeg! Het moet afgelopen zijn. Ook hier in de schuilplaats. Het moet afgelopen zijn. En toch aarzel ik. Aarzel ik te eindigen. Dat is het. Het moet afgelopen zijn en toch aarzel ik te eindigen. Oh God, wat heb ik toch? Ik kan net zo goed weer gaan slapen.
Je stinkt. Haal het laken, ik ga slapen. Ik heb je net gewekt. Ja, dan ben. Ik kan je toch niet om de 5 uur te wekken weer te slapen rijden. Ik heb dingen te doen. Heb jij ooit wel eens mijn ogen gezien, Klof? Nee. Nooit de behoefte gehad om mijn bril af te nemen en mijn ogen te bekijken terwijl ik sliep? Door je oogheden op te tillen? Nee. Op een dag zal ik ze eens laten zien. Ze schijnen helemaal wit te zijn. En verder, hoe laat is het? Ja, zoals gewoonlijk. Heb je gekeken? Ja. En? Niets. Wat voor weer is het eigenlijk? Het zou moeten regenen, toch? Ja, het gaat helemaal niet regenen. En verder, hoe voel jij je? Ja, je hoort mij niet klagen. Dus je voelt je in je normale toestand? Ik zeg toch, je hoort mij niet klagen. Oh, ik voel me anders. Ik voel me vreemd. Klof? Ja. Ben jij het niet zat? Ja, wat? Nou, dit, alles. Ja, altijd al. Jij niet dan? Er is geen reden dat er ook maar iets verandert. Het kan eindigen. Altijd weer diezelfde vragen, diezelfde antwoorden. Haal het laken, ik ga slapen. Ja. Ik geef jou niks meer te eten, Klof. Ja, haal het laken. Dan sterven we. Ik geef jou net genoeg om niet te sterven. Je zal alleen maar honger hebben. Ja, dan sterven we niet. Ik ga het laken halen. Nee, laat maar. Ik geef jou 1 beschuit per dag. Ik geef jou 2 beschuiten per dag. Waarom verlaat je mij niet? Waarom hou je me? Er is niemand anders. Er is geen andere plaats. En toch wil jij mij verlaten? Ja, ik probeer het. Jij houdt niet meer van mij. Nee. Vroeger hield je van me. Vroeger, ja. Ik heb jou te veel laten lijden. Is dat het soms? Nee, dat is het niet. Heb ik je niet te veel laten lijden? Ja! Ik dacht al. Pardon. Ik zei toch pardon? Ja, ik heb je wel gehoord. Heb je gebloed? Minder. Is het geen tijd voor mijn pillen? Nee. En hoe gaat het met je ogen? Ja, slecht. En je kan nog zien? Ja, voldoende. En hoe is het met je benen dan? Ja, niet goed. Maar je kan nog lopen? Ja. Nou, loop dan! Waar ben je nou, Klof? Hier. Kom terug. Waar ben je, Klof? Hier! Waarom vermoord je me niet? Ik weet de cijfercode van de kluis niet. Ga fietswielen voor me halen. Er zijn geen fietswielen meer. Wat heb jij dan met je fiets gedaan? Ik heb nooit een fiets gehad. Dat is toch onmogelijk? Toen er fietsen waren, heb ik gesmeekt. Ik heb mijn knieën voor je gelegen. Om een fiets van je te krijgen. Je zei dat ik naar de helden kon lopen. Nu zijn er geen fietsen meer. En hoe ging jij dan de tijd de ouderen bezoeken? En boodschappen voor ze doen? Ging je dan altijd lopen? Nee, soms te paard. Ik ga weg. Ik heb dingen te doen. In je keuken? Ja. Oh, je buiten is te dood. Je gaat maar. Het schiet al aardig op. Mijn pa. Oh, vervloekte verwekker. Mijn pa. Vreet is het enige waar jij aan kan denken. Geen greintje fatsoen meer. Mijn pa. Ook nog. Zo, ik dacht dat je me zou verlaten. Oh, nog niet, nog niet. Nou, geef hem zijn pap. Er is geen pap meer. Hoor je dat? Er is geen pap meer. Je krijgt nooit meer pap. Ik wil mijn pap. Geef hem een beschuit. Vervloekte welusteling. Hoe is het met je stompjes? Houd toch eens op over mijn stompjes. Pardon. Wat is dat? Dat is de klassieke beschuit. Maar die is hard. Ik kan toch niet... Sluit hem op en ga erop zitten. Ik kan niet zitten. Dat is waar. Jij kan niet zitten en ik kan niet staan. Allebei onze specialiteit, toch, Klof? Zo is het. Heeft er nog iemand gebeld vandaag? Lachen we niet. Ik heb er geen zin in. Ik ook niet. Klof? Ja. De natuur heeft ons verlaten. Er is helemaal geen natuur meer. Je overdrijft. We veranderen toch? We vriezen onze haren, onze tanden. We vriezen onze streken, onze manieren, ons fatsoen. En jij zegt dat er niks meer is?
Ja, dat is het natuurlijk nog wel. Ga maar weg. Niemand. Ook niemand. Op deze hele wereld heeft ooit zo verwrongen gedacht zoals wij. Ja, we doen wat we kunnen. Dat moesten we allemaal niet doen. Je vindt jezelf nogal een vent uit één stuk, hè? Ja, ja. 1.000. Is nog geen tijd voor mijn pillen? Nee, ik ga weg. Ik heb dingen te doen. In je keuken. Ja. Ik vraag me af wat jij te doen hebt in jouw keuken. Ik kijk naar de muur. De muur. En wat zie je dan op je muur? Blote wijven? Ik zie mijn licht. Dat sterft. Je licht, dat sterft. Dat zal hier binnen net zo goed sterven, dat licht. Kijk maar eens naar mij en dan praten we nog wel over jouw licht. Je moet niet zo tegen me spreken. Oh, pardon. Ik zei toch pardon? Ik heb je wel gehoord. Hm. Zijn die graankorrels? Ja, die graankorrels. Ja, die graankorrels, ja. Wat je altijd wil weten. Die graankorrels? Ja. Zijn de graankorrels al opgekomen? Nee, nee. Maar heb je ze dan wel goed gezien? Heb je er gekrabbeld? Ja, ze zijn, ja. Ja, en, heb je gekrabbeld? En, ze zijn niet ontkiemd. Misschien is het nog te vroeg. Nee. Als ze hadden moeten ontkiemen, hadden ze dat ook gedaan. Ze zullen nooit meer ontkiemen. Het is niet meer zo gezellig als de nette kloof. Nee, nee. Maar zo gaat het elke avond toch, Kloof? Ja, zo gaat het altijd, ja. Maar het is een avond als alle andere avonden, niet waar, Kloof? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar Kloof, wat gebeurt er toch? Wat gebeurt er, Kloof? Wat gebeurt er toch? Iets. Gaat zijn gang. Goed. Ga maar. Ik had je toch gezegd weg te gaan. Ik probeer het. Vanaf mijn geboorte. Schiet niet erg op. Wat is er, liefje? Wil je weer vrijen? Sliepje. Oh, nee. Zoentje. Dat gaat niet. Laten we het eens proberen weer. Deze komedie elke dag opnieuw. Mijn tand is uitgevallen. Wanneer? Nou, gisteren had ik hem nog. Ach, gisteren. Zie je me? Slecht. En jij? Wat? Zie je mij? Slecht. Ah, des te beter. Des te beter. Dat moet je niet zeggen. Ons zicht is achteruit gegaan. Ja. Hoor je me? Ja. En jij? Ja. Ons gehoor is niet achteruit gegaan. Ons wat? Ons gehoor! Nee. Herinner jij nog? Nee.
Het ongeluk met de tandem waarbij we onze benen verloren hebben. Oh ja. Ah, dat was bij de Ardennen. Ja, bij het weggaan uit Zaandam. Ijskoud. Wil je daar weer in? Weet het niet. Heb jij al nieuw zaagsel gekregen? Het is geen zaagsel, Nek. Kan je niet een beetje nauwkeuriger zijn? Ja, zandam, wat doet het er toe? Dat doet er heel veel toe. Vroeger was het zand. Vroeger was het zand. Van het strand. Ja, vroeger was het zout van het strand. Van het strand. Ja. Heeft hij het jou al vernieuwd? Nee. Het mijne ook niet. We moeten een bek opzetten. Wil je een stuk? Nee. Waarvan? Van de beschuit. Ik heb de helft voor jou bewaard. Hier, drie kwart. Hier. Nee? Voel je niet goed? Wees toch stil! Wees toch stil! Zo kan ik toch niet slapen. Als ik sliep, zou ik beminnen. Ik zou de bossen ingaan. Ik zou rennen, ik zou vluchten en ze zouden me niet te pakken kunnen krijgen. Water. Er is water in mijn hoofd. Een hart. Er is een hart in mijn hoofd. Heb je gehoord? Hij heeft een hart in zijn hoofd. Oom, zulke dingen moet je niet lachen, hè? Waarom lach jij er altijd om? Niet zo hard. Oh ja, nee. Niks is grappiger dan ons ongeluk. Dat moet ik toegeven. Het is het grappigst op de wereld en we lachen erom. We lachen erom van ganse harten. In het begin, ja. Maar het is altijd hetzelfde. Het is net als een goede mop, die we te vaak gehoord hebben. Tja, we vinden hem nog altijd goed. Maar we lachen er niet meer om. Heb je me nog meer te zeggen? Nou, niet meer. Nee, dus. Denk goed na. Dan ga ik maar. Wil je je beschuit niet? Hier. Nee? Nou, dan bewaar ik hem wel voor je. Het is misschien een adertje. Wat zegt hij? Het is misschien een adertje. Wat betekent dat? Oh, dat betekent natuurlijk niets. Ik zal jou het verhaal van die kleermaker nog eens vertellen. Waarom? Nou, om je op te vrolijken. Dat is niet grappig. Nou, je hebt er altijd om moeten lachen. De eerste keer dacht ik dat je erin bleef. Op een middag in april. Ja.
Op een middag in april op het Komom hier. Ja, de avond ervoor zijn we verloofd. Ja. Je hebt toen zo gelachen, hè, dat we omsloegen. Maar wat kunnen we drinken? Dat kwam omdat ik me zo gelukkig voelde. Het was zo diep. Heel diep. Je kon de bodem zien. Zo wit. Zo helder. Luister er nog eens een keer naar. Een man van stand die dringend de gestreepte broek nodig heeft om het nieuwjaar te vieren, gaat naar zijn kleermaker die hem de maat neemt. Zo, dat is die Don, hè. Komt hij over 4 dagen maar terug, dan is die klaar. Goed. 4 dagen later. Sorry hoor, maar komt hij over 1 week maar terug. Ik heb het achterwerk verknipt. Oké. Een behoorlijk achterwerk is geen eenvoudige zaak. 1 week later. Ja, sorry hoor, neemt u me alsjeblieft niet kwalijk, maar komt u over 10 dagen maar terug. Ik heb het kruis verprutst. Goed, als het niet anders kan. Het kruis is lastig. 10 dagen later. Ja, het spijt me zeer, maar komt u over 2 weken maar terug. Ik heb de gulp verknoeid. Goed, als het niet anders kan. Een behoorlijke gulp is een moeilijke opgave. 2 weken later. Vertel het slecht, hè? Ja. Vertel het verhaal steeds slecht. Ja. Ja. Nou ja, om kort te gaan, de paaslelie staat al in bloei en hij verknalt ook nog even de knoopsgaten. Godverdomme, kleermaker. Dit gaat te ver. Dit gaat achter ver, weet u. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. In 6 dagen, hoort u. In 6 dagen schiep God de wereld. Ja, meneer. Zeker, meneer. De wereld. En u. U bent niet eens. Je staat op in 3 maanden tijd een behoorlijke broek voor mee te maken. Maar. Ijdele heer, kijk u nou eens naar de wereld. En kijk Tom eens naar mijn broek. Hou op! Hou op! Hou op! Waarover praten jullie nog? Waarover kunnen jullie nog praten? Een vuilnisman heb ik nodig. Een vuilnisman! Smijt dat vullen ze in zee! Laten we dan een rondje maken. Een reis om de wereld. Vanuit het midden, langs de kanten. Ik stond toch precies in het midden van. Ja. Eigenlijk zou ik van die fietswielen moeten hebben, dan kon ik het zelf. Rijden we langs de kant? Ja. Dat is niet waar! Waarom lieg je tegen mij? Dichterbij. We zijn er bijna. Dichterbij. Ja. Er tegenaan? Ja. Haal je hand weg! Haal je hand weg! Voel je dat? Hele zachte gordijnen. En daarachter? Alles hol. Genoeg, terug naar mijn plaats. Ja, we zijn nog niet rond geweest. Terug naar mijn plaats! Is dit mijn plaats? Ja, dit is je plaats, ja. Sta ik precies in het midden? Ja, ik zou het moeten nameten. Sta ik? Nee, ongeveer. Ja, ongeveer. Ik denk. Ja, het lijkt me van wel. Lijkt me van wel, zit me precies in het midden. Ja, ik zal de duimstokken wel halen. Nee, ongeveer. Ik sta iets te veel naar links. Dat is te veel, terug naar rechts. Ja, nou nog wat naar voren. Te veel, terug naar achteren. Mooi.
Blijf daar niet staan, je maakt me bang. Als ik hem kon doden, zou ik tevreden sterven. Wat voor weer is het, Klof? Ja, net als altijd. Oh, heb je gekeken? Ja. Kijk eens naar de aarde. Ja, die is hetzelfde. Kijk naar de aarde met de verrekijker. Geen verrekijker nodig, denkt hij. Ik ben terug met de verrekijker. Ja hoor, goed zo. Halve blinde. Ik heb de trap nodig. Hoezo, ben je nou ook nog gekrompen? Valt me helemaal niet. Helemaal niet! Verder kijken. Ik ben terug met de trap. Ja hoor. Schiet erop. En? Nou? Wacht even, man. Ik heb de verrekijker nodig. Je had een verrekijker. Het is niet, ik heb de verrekijker niet. Oh, dat was... Wat een ellende. Een ellende, hoor je. Ik ben weer terug met de verrekijker. Nu ja, begint het vrolijk te worden. Ja, voor jou. Dat deed ik expres. Ja, het zal wel. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie een hele geestdriftige menigte. Ja hoor. Tjonge, 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 tjonge. Dit is pas een goede verrekijker. Nou, wacht op iemand. Ik niet. Ik ook niet. Ik ga nou maar kijken. Niets, niets, niets. Nou, gerustgesteld. Niets, niets. Alles is... Niets. Hou je mond, ik heb het niet tegen jou. Alles is... Alles is... Alles is wat? Alles is wat? Wat alles is? Ja. In één woord? En dat vraag jij mij? Nou? Uitgestorven. Kijk dan naar de zee. Ja, die is hetzelfde. Dan kijk je naar de oceaan. Wat? Een vin? Rook? Een zeil? De vuurtoren, die ligt in het kanaal. Ja, de vuurtoren, die liggen al jaren. Er was eerst een stuk van over. Het fundament. Nee, niets meer. Niets meer. En meeuwen? Meeuwen? Zie je meeuwen? Nee. En de horizon, zie je iets aan de horizon? Wat moet er dan godverdomme nog in de horizon te zien zijn, man? En de golven dan, hoe zijn de golven? De golven? Nou? Die zijn van rood. En de zon, zie jij nog zon? Niets. Niets. Maar die zou nou toch onder moeten gaan? Die zon te zien? Is het dan nacht? Nee. Wat dan? Gijs! 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 Grijs, zei je grijs? Een lichtwacht. Het hele universum. Je overdrijft. En blijf daar niet staan, je maakt me bang. Waarom deze komedie iedere dag opnieuw? Oh, gewoonte, je weet het niet. Klop, vannacht. Vannacht heb ik in mijn borst gekeken. Ik zag een hele mooie, grote, rode wond. Je hebt je hart gezien. Nee, het leefde. Het leefde, Klop. Maar Klop, wat gebeurt er? Wat gebeurt er toch? Iets. Gaat zijn gang. Maar Klof. Klof. Denk je dat wat we meemaken nu,
Wat we moeten doorstaan. Wat we doen samen. Denk je dat dat iets te betekenen heeft? Nou? Die is goed. Te betekenen heeft. Wij. Ja, jij lacht wel. Maar stel je nou voor dat er een andere intelligentie hier op aarde zou komen en ons met z'n tweetjes als enige nog in die schuilplaats zou zien. Ben je dan niet bang dat die zal zeggen, ach kijk die twee nou, ach die denkt dat wat ze doen, dat het iets te betekenen heeft. Ik heb een vrouw, ik heb een vrouw! Een vrouw? Zijn er nog vrouwen dan? Ach, dat mag geen pratje! Oh god, dan kan de mensheid zich uit ontwikkelen. Ik ga de boeien halen! Oh, een vrouw, ook dat nog. Wat een dag, wat een dag. Ik ben druk met de insecten te vertellen, hoor. Geef hem er dan van langs! Godverdomme, de rotzak is een beest! Heb je hem te grazen? Ja! Meer dan! Ja, wacht even! Ja, ik geloof het. Is hij dood? Ja, ik denk het wel. Oh, gelukkig. Moet je niet pissen? Ja, dat probeer ik. Wacht, wacht even. Maar dat is prachtig! Dat is prachtig dat je moet pissen! Klof, laten we weggaan. Ja. Laten we weggaan. Ja. Ver weg. Ver weg naar het zuiden. Ja. Jij bouwt een vlot. Ja. En de stromingen van de zee nemen ons mee. Naar andere zoogdieren. Noem nog niet bij de naam. Nee, wacht, anders. Jij bouwt dat vlot en ik ga alleen. Ja, en morgenochtend ben ik ver weg. Ja, ik heb het heen. Nee, wacht. Denk je dat er nog haaien zijn? Nee, haaien, nee. En als ze zijn, dan wel. Nee. Is het toch geen tijd voor mijn pillen? Nee. En kan jij nog zien? Ja, voldoende. En hoe is dat met je benen? Kan je nog lopen? Ja. Nou? Ik kom. En ik ga. In mijn huis. Maar op een dag zal jij blind zijn. Net als ik. Op een dag zal je ergens gaan zitten. Een stipje in de leegte. Voor altijd in het duister. Op een dag zal jij weten wat het is om te zijn zoals ik. Je zal ergens gaan zitten. En je zal zeggen, ik ben moe. Even rusten. Sta ik straks op en dan ga ik iets te eten maken. Maar je staat niet meer op. En je gaat niks te eten maken. En je zegt, ik had niet moeten gaan zitten. Maar nou ik toch zit, blijf ik nog even. Even uitrusten. Sta ik straks wel op? Ga ik straks iets te eten maken? Maar je staat niet meer op. En je kijkt naar de muur. En je zegt, dan maar even mijn ogen sluiten. Misschien even slapen. Zal het wel beter gaan? En je sluit je ogen. En als je ze dan weer open doet, geen muur meer. De oneindigheid van de leegte zal jou opringen. En alle herrezen doden uit alle tijden zullen die leegte niet voor jou op kunnen vullen. Je zal zijn als een zandkorreltje in de woestijn. Alleen jij zult helemaal alleen zijn. Omdat jij nooit meelij hebt gehad. En er zal ook helemaal niemand meer zijn om ooit nog meelij mee te hebben. Je hebt geen één ding. Wat? Ik kan niet zitten. Zitten, staan, liggen, wat doet je houding er nou toe? Dus jij wil dat ik je verraad? Ja, natuurlijk. Nou, dan verraad ik je toch? Je kan me niet verlaten. Nou, dat verraad ik je niet. Je hoeft me alleen maar af te maken. Ik zou jou niet af kunnen maken. Ik geef jou de cijfercode van de kluis als jij zweert mij af te maken. Ik zou jou niet af kunnen maken. Dan maak je me niet af. Ik ga weg, dingen doen. Is mijn hond af? Nee, hij mist toch een poot. Ga hem eens halen. Is hij lekker zacht? Het is een soort keeshond. Ga maar halen. Hij schiet al aardig op. Is die er al? Ja. Even misschien. Yes. Oh ja. Oh ja, lekker zacht. Is hij wit? Bijna. En,
Maar hij mist een piemel. Ja, hij is nog niet af, dat zeg ik je toch? Zijn piemel komt nog. En je hebt hem ook nog geen strik omgedaan. Nee, hij is nog niet af, zeg ik toch? Eerst maak je de hond af en dan doe je er pas een strik om. Kan die staan? Ja, dat weet ik niet. Probeer het eens. Even wachten. Ja, hier met je hand. Ja, oh ja. Hier. Oh ja. Ja. Kijkt hij me aan? Ja, dat denk ik wel. Alsof hij om een bot bedelt. Laat hem daar niet zo staan bedelen. Haal een bot voor hem. Ik ga weg. Heb je nog visioenen gehad? Minder. Brandt er nog licht bij moeder Peck? Licht bij moeder Peck? Hoe kan dat nou? Bij iemand erin branden? Uitgebrand dus. Ja, natuurlijk. Als het er niet meer is, dan is het uitgebrand. Nee, moeder Peck. Ja, moeder Peck is ook uitgebrand. Wat mankeer je toch vandaag, man? Nou, ik ben in mijn goede doen. Is ze eigenlijk wel begraven? Nee. Wie zou haar hebben moeten hebben begraven? Nou, jij natuurlijk. Ik? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb dingen te doen, man. Maar mij zou je toch wel begraven? Nee, jou begraaf ik ook niet. Ze was heel knap, moeder Peck. Net een bloem. En helemaal niet preuts. Iedereen was heel knap vroeger. Zelfs jij. Vroeger. Ga de boodschap halen. Doe dit, doe dat en ik doe het. Waarom weiger ik eigenlijk nooit? Je kan me niet weigeren. Ben ik opnieuw voor je. Ach, mensen, je moet ze alles uitleggen. Mooi. Ah. Nou, ga ik vooruit, Klof? Nee. Nee? Nee. Dan ga je de oliespuit halen. Waarvoor? Om de wieltjes te smeren. Die heb ik gisteren nog gesmeerd. Ja, gisteren. Wat was nou gisteren? Wat gisteren was? Dat was die lange vervloekte rotdag. Voor deze lange vervloekte rotdag. Dat zijn de woorden die je mezelf geleerd hebt. Als ze niks meer te betekenen hebben, gaan we dan zwijgen. Vroeger, Klof. Vroeger. Heb ik een gek gekend. Hij schilderde. Ik mocht hem graag. Maar hij dacht dat de wereld was vergaan. En dat hij de enige was die over was gebleven. Ik ging hem wel eens opzoeken in het gesticht. En dan nam ik hem mee. Uit zijn hoek, aan de hand, naar het raam. En dan zei ik, kijk eens naar buiten. Kijk dan. Zie je al dat mooie goudgele graan? Zie je hoe het wuift in de wind? Vind die prachtig? En kijk daar. De zeilen van de haringvloot die net binnenkomt. Dat licht, dat tegenlicht. Vind die mooi? Vind die prachtig? Hij trok zijn hand terug en hij was verbijsterd. Hij had alleen maar as gezien. En hij dacht dat hij de enige was die nog op aarde was achtergebleven. Schijnbaar is dit geval niet zo uitzonderlijk. Gek, wanneer was dat dan? Oh, heel lang geleden, jij bestond nog niet eens. Oh, die gulden tijd zeker. Hij schilderde, ik mocht hem heel graag. Er zijn zoveel verschrikkelijke dingen. Vind jij niet dat het lang genoeg geduurd heeft, Klof? Ja, wat? Nou, dit alles. Ja, daar heb ik altijd over. Het is dus een dag als alle andere dagen. Zo lang hij duurt. Een leven lang vol dezelfde stomzinnigheden. En ik kan jou niet verlaten, Klof. Nee, dat weet ik. En je kunt me ook niet volgen. Maar als jij mij verlaat, hoe zou ik dat dan merken, Klof? Nou, als jij fluit en ik kom dan niet aanrennen, dan heb ik je verlaten. Ja, maar je zou toch ook gewoon dood in je keuken kunnen liggen? Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Nou, hoe zou ik dat dan weten, dat je niet gewoon dood in je keuken ligt? Ja, ik denk dat ik op de duur wel ga stinken. Ja, dat doe je nou ook al, want het hele huis stinkt naar lijken. Het hele universum. Het universum kan maar gestolen worden. Je verzint hier iets op, verzin een truc. Een foefje, ja, een list. Ja. Dat ik weet dat jij mij verlaat. Godverdomme, nee! Wat doe je? Ik heb zo'n pijn in mijn poten, binnenkort kan ik helemaal niet meer denken, man. Dan kan je me ook niet verlaten. Maar wat doe je nou? Ja. Nou? Ja, ik heb het. Wat een denker, vertel. Ik zet de wekker. De wekker? Ja, de wekker. Ja. Het is misschien niet een van mijn helderste momenten, hoor, Klof, maar de wekker? Ja. Jij fluit, ik kom niet. De wekker gaat af, ik heb je verlaten. De wekker gaat niet af, ik ben dood.
Oh, dus jij wint eerst de wekker op voordat je mij verlaat? Ja. Aha. Maar hoe weet ik dan dat die wekker nog lopen zal? Ja, waarom zou die niet lopen? Nou, omdat hij heel oud is en al heel lang gelopen heeft. Hij heeft helemaal niet veel gelopen. Omdat hij dan te weinig gelopen heeft misschien? Warm maar even. Goed, komt in orde, warm maar even. Wat een uitvinder. Jongen, zeg. De wekker. Genoeg om de dode mail te brengen. Heb je het gehoord? Vaag. Het eind is geweldig. Ik ben meer voor het midden. Is het overigens nog geen tijd voor mijn pil? Nee. Vraag dan maar aan mijn vader of hij naar mijn verhaal wil luisteren. Hij slaapt. Dan maak je hem wakker. Hij wil niet naar je verhaal luisteren. Hij krijgt een bonbon. Hij wil een snoepje. Hij krijgt een snoepje. Hij doet het. Ah. Geloof jij eigenlijk in een toekomstig leven? Dat heeft het mijne altijd gehad. Zo, die is dicht. Ik luister. Mooi, vuile viezerik. Waarom heb je me eigenlijk verwekt? Hoe kon ik het weten? Hoe kon jij wat weten? Nou, dat jij het zou worden. Krijg ik nog een snoepje? Eerst naar mijn verhaal luisteren. Zweer het? Waarop dan? Nee. Ik zweer het. Op mijn woord van eer. Twee. Twee, één. Eén van mij en één van... Eén. Stilte. En luister. Eens denken, waar was ik gebleven? Het is ten einde. We zijn ten einde. Bijna ten einde. Er zal geen stem meer klinken. Er druppelt water in mijn hoofd, sinds de tijd der fontanelle. Het spat uiteen, telkens op dezelfde plek. Het is misschien een adertje, een slagadertje. Genoeg. Tijd voor mijn verhaal. Eens denken. Oh ja. Kruipend op zijn buik kwam de man naderbij, wonderbaarlijk bleek en mager. Hij scheen op het punt te staan om... Nee, dat heb ik al gehad. Even wachten. Een lange stilte deed zich horen. Oh, dat heb ik weer mooi gezegd. Mooi gezegd. Ik stopte mijn pijpje van meerschuim en ik stak het aan. Met een lucifer. En ik nam een paar halen. Ah. Nou, wat wil je? Het was die dag, herinner ik mij, uitzonderlijk koud. 0 graden op de thermometer. Maar omdat het de avond voor kerst was, was dat niets bijzonders. Welke kwalijke wind voert u hierheen? Hij keek me aan. Met een gezicht dat zwart zag door een mengeling van vuil en tranen. Kijk me niet aan, man! Kijk me niet aan! Hij sloeg zijn ogen neer en hij mompelde iets. Verontschuldigingen waarschijnlijk. Maar wat kom jij hier eigenlijk binnenvallen, man? Er scheen die dag, herinner ik mij, een stralende zon. 50 op de heliometer, maar die ging al onder in... Nee, te midden der doden. Heb ik weer mooi gezegd. Nou, wat kom je hier eigenlijk doen? Ik heb het nogal druk, ziet u. Voorbereidingen voor het feest en zo. Op dat moment nam de man een besluit. Het is mijn kind, zei hij. Dat is niet zo mooi. Een kind. Mijn kleine jongen, zei hij nog. Alsof het geslacht er iets toe deed. Ik vroeg waar hij vandaan kwam. Hij noemde het gat. Een halve dag te paard. Ik vroeg hem of daar nog mensen woonden dan. Dat ontbrak er nog maar aan. Nee.
Niemand meer, behalve hij en dat kind. Ik vroeg hem naar de situatie daar. Geen hond meer. Goed, goed. En u wilt mij vertellen dat u dat kind erachter gelaten heeft, helemaal alleen en nog levend ook? Kom nou! Er was die dag, herinner ik mij, een verschrikkelijke storm. 100 op de anemometer en de striemende wind sleurde de dorre dennenbomen uit de weg en nam ze ver, ver mee weg. Schiet op, man, ik heb nog duizenden dingen te doen, ik moet mijn kerstboom nog versieren. Waarvoor komt u eigenlijk? Ten slotte begreep ik dat de man brood wilde. Brood, brood voor zijn kleine jongen. Een bedelaar dus, brood, brood. Ik verdraag helemaal geen brood, ik heb geen brood. Graan dan. Of ik graan had. Ja, graan heb ik. Graan in mijn graanschuren. Maar stel je voor, man. Stel je voor. Ik geef jou 1 kilo graan. Ik geef jou 2 kilo graan. En je maakt daar een heerlijke, geurige, warme pap van. En je geeft dat aan je kleine jongen. En hij krijgt weer kleur. En hij leeft weer op. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Denk je dan dat er op de aarde weer lente zal komen? Dat er in de zee en in de rivieren weer vissen zwemmen? Dat er uit de hemel manna valt voor idioten zoals jij? Het was die dag, herinner ik me, uitzonderlijk droog. 0 op de hydrometer. Uitstekend weer voor mijn rheumatiek. En ik kwam wat tot bedaren. Althans, genoeg om hem te vragen hoe lang hij onderweg was geweest. 3 volle dagen. En in wat voor toestand dat hij dat kind dan had achtergelaten. In diepe slaap. Mooi. Uiteindelijk vroeg ik de man bij mij in dienst te komen. Als tuinman. Hij had mij ontroerd. Maar voor dat hij daar dankbaar op in kon gaan, vroeg hij eerst nog aan me of ik soms ook zijn kleine jongen op wilde nemen. Ah, en dat was het moment waarop ik gewacht had. Een kind. Ik zie hem nog voor me. Steunend op zijn handen, zittend op zijn knieën. Met die waanzinnige blik in zijn ogen. Genoeg voor vandaag. Trouwens, het verhaal duurt ook helemaal niet lang meer. Tenzij ik er natuurlijk nog personen bij verzin. Maar waar zou ik ze vandaan moeten halen? Waar zou ik ze moeten zoeken? We gaan nu bidden. Mijn snoepje. Straks een snoepje, eerst bidden. In de keuken zit nog een rat. Een rat? Ja. Zijn er nog ratten dan? In de keuken zit er nog 1. Heb je hem verdelgd? Half, je hebt ons gestoord. Kan hij weg? Nee. Dan maak je hem later maar verder af. Ja. We gaan nu eerst bidden. Mijn snoepje. Eerst bidden. Ben jij er klaar voor? Ja, vooruit dan maar. En jij? Ik? Ja. Oh, momentje. Nou? Onze vader... Nee, stil voor jezelf. Beetje fatsoen. Klaar? 1, 2. Nu. Nou? Ja, geen moer. Jij? Noppers. En jij? Ik? Geen bliksem. Zie je wel, hij bestaat niet, de schoft. Ja, nog niet. Mijn snoepje. Er zijn geen snoepjes meer. Jij krijgt nooit meer snoepjes. Ik ben je vader. En als ik het niet was geweest, was het ongetwijfeld iemand anders. Ja, logisch. Maar dat is geen excuus. Turks fruit, daar hou ik het meeste van. Ja. Maar dat bestaat niet. Nee. Op een dag vraag ik jou om een paar stukken Turks fruit. In ruil voor vriendelijkheid. Ja. En je zult, denk eraan, je zult me niet beloven. Wie riep jij toen je een kleine jongen was en bang in het donker? Je moeder. Nee. Ik? Nee. We lieten je huilen. We verplaatsten je, zodat we rustig konden slapen. Ik sliep als een roos. Maar jij maakte me wakker om naar je te luisteren. Dat was niet nodig. Je had er niet echt behoefte aan dat ik naar je luisterde. Trouwens, ik heb niet eens naar je geluisterd.
hoop dat de dag komt dat je er echt behoefte aan hebt dat ik naar je luister. En echt de behoefte heb mijn stem te horen. Een stem te horen. Ja, ik hoop zo lang te leven dat je weer net zoals vroeger, toen je nog een kleine jongen was en bang in het donker, en dat ik je enige hoop was. Ja, dat hoop ik. Nel. Nel. Uit met de pret. Ja, en de hond is weg. De hond is niet echt, hij kan niet weg. Ja, maar hij is er niet. Nee, hij is gaan liggen. Geef hem hier. Smerig beest. Wat doe je? Orde scheppen. Ja, orde? Ik ga hier alles opruimen. Ja, ja, daar droom ik van. Van een wereld waarin alles stil en onbewegelijk zal zijn. En ieder voorwerp op zijn vaste plek. Of door de vaste stof. Hang daar onmiddellijk mee op. En trouwens, wat heb jij aan je voeten? Mijn voeten? Ja. Bam, 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 bam. Ik heb mijn raars aangetrokken. Had je dan pijn in je sloffen? Ik ga weg. Nee. Nee? Nee. Wat moet ik nog hier doen dan? Mij van repliek dienen. Ik ben immers aardig opgeschoten met mijn verhaal. Moet je daar zo om lachen? Baan Stuyman. Moet je daar dan zo om lachen? Ja, dat vind ik wel grappig. Ja. Vind je dat grappig? Ja, dat moet ik wel van. Is het dan niet om het brood? Of de kleine? Ja. Het is inderdaad wel erg grappig, hè? Nou, iets zeg. Laten we eens lekker schaterlachen, Klof. Net als vroeger. Vandaag kan ik niet meer schaterlachen. Ik ook niet. Nou, dan ga ik verder. Voordat hij hier dankbaar op in kon gaan, vroeg hij mij of ik soms ook zijn kleine jongen op wilde. Hoe oud? Oh, heel klein. Maar dan zou hij hier in de bomen geklommen zijn. Ja. Dan zou hij hier opgegroeid zijn. Al mijn kleine klusjes doen. Dan vertel godverdomme verder, man. Nee. Maar je weet wel eens, hoe zit het bij het einde dan? Ja, ongeveer. Wacht dan weer. Dan verzint toch een ander. Maak je toch een ander. Nee. Nee, die voortdurende creatieve inspanning, hè. Ik voel me nogal leeg. Maar als ik zou kunnen, zou ik mezelf vooroverwerpen. Me slepen naar het strand. Een kussen maken van zand. Mijn hoofd opleggen. En wachten tot de vloed opkwam. Er is helemaal geen vloed meer. Ga eens kijken of ze dood is. En de hek. Kijk van niet. Wat doet hij? Hij huilt. Dus hij leeft. Heb jij ooit eens een ogenblik van geluk gekend eigenlijk? Ja, niet dat ik weet. Zet me onder het raam. Ik wil het zonlicht voelen op mijn gezicht. Ah. Schiet op. Weet je nog, Klof? Toen je mij vroeger voor het eerst uit wandelen nam. Hoe stom je dat deed. Je pakte de stoelleuning te hoog vast en mijn laars er bijna om. We hebben veel plezier gehad, Klof. Heel veel plezier. Maar ja... Zijn we er al? Ja. Is het dag? Het is geen nacht. Ik vraag jou toch of het dag is? Ja. Is het gordijn wel open dan? Ja. Wat voor raam is dit? Ja, die is van de aarde. De aarde, daar komt geen licht vandaan. Dat andere raam, de oceaan. Ja.
je noemt pas licht. Alsof er een zonnestraal op mijn gezicht valt. Is dat geen zonnestraal die op mijn gezicht valt? Nee. Ben ik erg wit, Klof? Ja, niet meer dan gewoon. Ik vraag jou of ik wit ben. Ja. Doe dat raam open. Die is open. Ik wil de oceaan horen en ik hoor hem niet. Die zal je niet horen. Doe open. Open. Heb je hem open gedaan? Ja. Zweer jij dat je hem hebt open gedaan? Ja. Het is inderdaad wel erg stil, ja. Dat komt natuurlijk omdat er geen schippers meer zijn. Als er nog schippers waren, was die oceaan veel meer druk. En je hebt ook niet veel gesprekstof meer. Wat is er met je? Ik heb het koud. Welke maand is het? Nou, doe dat raam maar weer dicht. Terug naar mijn plaats. Is dit mijn plaats? Blijf daar niet staan, je maakt me bang. Vader! Vader! Ga eens kijken of hij me hoort. Ja, heeft hij gehoord, ja. Eén of twee keer? Eén keer. De eerste of de tweede keer? Dat weet hij niet meer. Dat moet de tweede keer geweest zijn. Ja, dat zullen we nooit weten. Huilt u nog altijd? Nee. Wat doet hij dan? Hij zuigt op zijn beschuit. Het leven gaat verder. Geef me dan maar een pleet, want ik heb het ijskoud. Er zijn geen pleets meer. Geen pleets meer? Nee. Zoen me. Wil je me niet zoenen? Nee. Op mijn voorhoofd. Ik wil je nergens zoenen. Geef me dan een hand. Nee, ik wil je ook nergens aanraken. Geef me dan de hond. Nee, laat maar. Wil je hond niet? Nee. Dan ga ik nu weg. Ja, 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 ja. Als ik die rat nu niet afmaak, dan gaat hij dood. Ja, 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 ja. Nu ben ik aan zet. Om te spelen. Je huilt. Je huilt om niets. Je huilt om niet te hoeven lachen. En op de duur word je werkelijk treurig. Al diegenen die ik had kunnen helpen. Helpen? Redden! Redden! Het krioelde ervan. Maar ga toch na, dit is de aarde, hier is geen remedie meer voor. Scheer je weg en heb elkander lief, bevredig uw naaste gelijk uzelf. En als er geen brood meer was, dan hadden we nog wel tompoezen. Uit mijn ogen scheer je weg naar jullie orgies! Zelfs geen hond. Het einde zit hem in het begin en toch ga je door.
kan natuurlijk mijn verhaal afmaken. Ik kan een ander beginnen. Ik kan me voorover gooien en me aan mijn nagels in de kier van de vloer voortsleuren aan mijn vers. Wat zal het einde zijn? En ik zal me afvragen waardoor het is veroorzaakt. Ik zal me afvragen waardoor het is... waarom het zo lang geduurd heeft. Maar ik zal er zijn. In de schuilplaats. Alleen tegen de stilte en de starheid. En als het mij lukt om niet te bewegen en om stil te zijn, zal het uit zijn met geluid en beweging. Ik zal eerst mijn vader geroepen hebben. En ik zal mijn zoon geroepen hebben. 2 keer, 3 keer voor het geval ze me de eerste keer niet gehoord hebben. En dan? Hij komt niet meer terug. Hij is te ver weggegaan. Hij kan niet meer terug. En dan? Alle mogelijke fantasieën. Iemand die zijn adem inhoudt. Ogen die op me loeren. Een rat. Ingehouden voetstappen. En dan? Babbelen. Babbelen als een eenzaam kind dat zich in 2 of in 3 splitst om samen te kunnen fluisteren in de nacht. En het ene ogenblik volgt op het ander. Plof, plof, plof. Als de gerstenkorrels van die oude Griek. En een heel leven wacht je. Totdat het een leven uitmaakt. Het moet afgelopen zijn. Het moet afgelopen zijn. Ook hier in de schuilplaats. Het moet afgelopen zijn. Zo, nog niet weg, nog niet dood. Nee, nog niet. Alleen maar Jezus. Wat van de 2, weg of dood? Allebei. Weg van mij zou jij dood zijn. En die rat, is die af? Nee, die is me gesmeerd. Oh, hij kan niet ver weg. Nee, hoeft helemaal niet ver weg te gaan. Dan is er nog geen tijd voor mijn pillen uit. Ja, ja. Ja? Mooi. Geef op. Nee, ik doe ze op. Wat? Nee. Zijn mijn pillen op? Ik kreeg nooit mijn pillen. En dat ronde doosje, dat ja, was toch... Ja, dat was volle doos. Nee, sorry hoor. De pillen zijn op. Ik kreeg nooit mijn pillen. Geen pillen? Mijn pillen. Geen pillen? Nee. Wat moet ik zonder pillen? Ja, oh god, wat moet ik zonder pillen? Ik maak een laatste rondje. Dan kijk je naar de aarde. Alweer? Ja, ze roept je. Heb je last van je keel? Oh man. Wil je zout erin? Oh, rot op. Nee, jammer. Oh. Pop, 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 pop. En hou op met zingen. Heb je recht om te zingen? Nee. Ik wil zingen. Kan je niet beletten. Oh. Heb jij soms een trapje gezien? Oh. Ik weet verdomme niet meer wat dat trapje is. Wat is dat nou, dat trapje? Je hebt het zeker niet gezien. Nee! Ah, daar is een trapje! Oh, hij met z'n... Soms hè, dan denk ik dat ik ben gewoon niet goed wijs. Maar ja, dan word ik in één keer weer helder en dan ben ik weer intelligent. Eens kijken. Hé? Jezus Christus, wat doe! Wat? Hoe kan dat nou? Alles onder water! Het heeft niet eens geregend. Stop. Ik sta aan de verkeerde kant. Ik ben zo gek als een deur. Maar ja, dan word ik weer helder. Dan ben ik weer intelligent. Heb jij soms belangstelling voor een bepaald soort secte of zomaar van alles? Alles! Een ogenblikje hoor. Een algemene indruk zeker. Mm. Klof. Mm. Ik ben er nooit bij geweest, Klof. Ja, wat is het nou weer? Ik ben er nooit bij geweest. Alles is gebeurd zonder mij. Ja.
Ja, dat heb ik ook gehad. Nee, ik was afwezig. Altijd. Ik weet niet wat er is gebeurd, Klof. Wat is er gebeurd? Nou, wil je nou of ik naar deze best op kijk? Ja of nee? Eerst mijn vraag beantwoorden. Ja, wat? Wat is er gebeurd? Ik weet niet wat er is gebeurd. Wie, wat, wanneer, waarom? Wat maakt dat godverdomme nog uit wat er gebeurd is, man? Dat weet ik niet. Toen moet dat pek hierin kwam, hè? En jij om olie kwam vragen. En jij zet ze naar de hel te kloppen. Toen wist je heel goed wat er zou kunnen gebeuren. Weet je waar moeder Pekka gestorven is? Aan de duisternis. Ik had geen olie meer. Je had je verdomme wel, man! Heb jij wel de verrekijker? Ik heb verrekijker nodig, het is wel helder genoeg. Pak de verrekijker! Pak de verrekijker. Weet je wat ik niet begrijp? Waarom heb je altijd gehoorzaam? Kun je me dat een keer uitleggen? Oh, een soort meelijden denk ik nou ineens. Een heel soort meelijden. Je zal het best wel moeilijk hebben, hoor. Jij zal het nou best wel moeilijk hebben. Ik geloof vast dat jij het moeilijk hebt. Ik heb zo genoeg van ons gezeur. Meer dan genoeg. Waar is die verrekijker? Ja, nog. Zet me neer! Zet me neer! Zet me neer! Sta ik in het midden? Sta ik in het midden? Ik zou godverdomme een microscoop nodig moeten hebben, want... Ah, daar is mijn verrekijker. Daar is mijn verrekijker. Daar is mijn verrekijker. Geef me de hond! Stil! Pak de hond! Hier heb je godverdomme je hond, man! Hij heeft me geslagen! Hij heeft me geslagen! Als jij mij slaan moet, sla me dan met een boodzaak of met een hamer! Je maakt me razend! Ik ben de hond! Je maakt me godverdomme razend, man! Oh. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Laten we eindigen met spelen. Nee! Wat nee? En leg me in mijn doodskist! Er zijn geen doodskisten meer! Dan zoek je er maar één! Laat het eindigen! Met een klap! Van de duisternis! En mij... Heeft er ooit iemand meelijden gehad met mij? Wat? Of... Wat? Dat is een terzijde. Ik ben me aan het voorbereiden op mijn laatste alleenspraak. Heeft er ooit... Iemand... Meelijden met jou gehad? Nee, laat maar. Niets. Nee, niets. Ik ga wel kijken voor jou, maar ik waarschuw jou, hè. Ik ga er één keer deze smeerapparaat kijken, omdat jij me beveelt. Want het is de laatste keer, jongen. Niets. 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 Daa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 a
Als het hier weer niet opnieuw begint. Wat is er? Ja, wacht even. Hou je kom dicht. Het lijkt wel een kleine jongen. Een kleine jongen? Ja, het lijkt wel een kleine jongen. Ik ga hem halen. Ik ga hem halen. Ik ga hem halen. En dit. Nee! Nee? Nee. Nee, tegen, niet tegen potentiële spermadonor niet? Nee. Als die daar staat en hij blijft buiten, zal die sterven. En als die naar binnen komt, doet het er niet toe. Je gelooft me niet, hè? Nee. Je denkt dat ik het verzin, hè? Ja. Het is ten einde, Klof. We zijn aan het einde. Ik heb jou niet meer nodig. Fijn voor jou. Laat de bootshaak maar achter, Klof. Ik verlaat je. Voor je weggaat, Klof. Zeg iets. Er valt niets meer te zeggen. Nee, voor mij. Een paar woorden maar, voor in mijn hart te mijmeren. Jouw hart? Ja, vanuit jouw hart, van mijn hart. Mijn hart? Een paar woorden. Mijn hart? Om te mijmeren. Ach, vögelein, op groene tak. Vlieg naar mijn liefgezwind en zing op schone toon. Hoe kloot ik het vind! Articuleer! Ze zeiden tegen mij... dat is liefde. Ja, ja.
Geen twijfel mogelijk. Je hebt nu kunnen zien hoe eenvoudig het is. Ze zeiden tegen mij, dat is vriendschap. Ja, ja, echt waar. Je hebt het nu gevonden. Ze zeiden tegen mij, stop, hier is het. Kijk omhoog en zie al die schoonheid om je heen, die orde. Ze zeiden tegen mij, kom nou, je bent geen broedbeest. Denk goed na over de dingen. En zie dat alles eenvoudig is en simpel. Ze zeiden, wat voor specialistische zorg ze ook nodig hebben, ze zullen allemaal sterven aan een verwonding. Genoeg. Ik zeg soms wel eens tegen mezelf, Klof, op zekere dag zul je nog meer moeten lijden wanneer je wilt dat ze te moe worden om je verder te straffen. Ik zeg soms wel eens tegen mezelf, Klof, op zekere dag zul je nog sterker moeten zijn wanneer je wilt dat ze je laten gaan. Maar ik ben te oud, te ver heen, om nog nieuwe gewoontes te leren. Goed, het zal dus nooit eindigen. En ik zal dus nooit weggaan. Maar op een dag, plotseling, eindigt het, verandert het, begrijp ik het niet, sterft het of ben ik het? Ook dat begrijp ik niet. Ik zal het zoeken in woorden als ochtend, avond, slapen en ontwaken. Die woorden betekenen niets meer voor me. Op een dag stap ik mijn cel uit en ga ik weg. Ik loop zo gebogen dat ik alleen mijn blote voeten zie en tussen mijn benen een klein spoor van zwarte stof. Ik zeg tegen mezelf, Klof, de aarde is gedoofd, al heb ik het nooit zien branden. Als ik val, zal ik huilen van geluk. Klof? Nee, niets. Niets. Klof? Klof? Dit is wat je noemt een vaarwel. Ik dank jou, Klof. Ik dank je voor al jouw diensten. Oh nee, oh nee. Ik moet jou bedanken. Neem me niet kwalijk. Ik dank je. Wij danken elkaar, Klof. We danken elkaar. En voor je weggaat, Klof, nog één ding. Nog één verzoek. Verberg mij onder het laken. Klof? Nee? Goed. Ik ben aan zet om te spelen. Oud van oudsher verloren eindspel, het is uit met verliezen. Eens even kijken. Oh ja. Goed. Weggooien. Weggooien. Rustig aan. Rustig aan. En nu afnemen. Vrede voor onze ahaars. En weer opzetten. Gelijkspel. En nu schoonmaken. En weer opzetten. We komen er wel. Nog een paar van dit soort onnozele handelingen. En ik zal geroepen hebben. Een beetje poëzie. Je bad. Nee, je smeekte om de nacht. Hij komt. Nee, hij valt. Huil nu in duisternis. Je schreeuwde de nacht. Hij valt. Huil nu in duisternis. Mooi gezegd.
Eens kijken. Momenten voor niets. Nu als altijd. Nooit was er tijd en de tijd is voorbij. De rekening is gesloten en het verhaal eindigt. Als hij dat kind bij zich had, dat was het moment waarop ik wachtte. Maar jij wilde hem niet in de steek laten. Jij wilde dat hij opbloeide terwijl jij verwelkte. Om troost te zoeken in je laatste miljoen ogenblikken. Maar hij heeft er geen idee van. Hij kent alleen maar honger, dorst en dood aan het eind. Maar jij, jij weet de goede aarde is vandaag de dag. Ik heb hem op zijn verantwoordelijkheden gewezen. Ziezo. Het is zover. Ik ben zover. Het is genoeg. Ja, werkelijk. Vader! Vader! Goed. We komen er wel. En dan. Weggooien. Weggooien. Met een compliment. Klof? Klof? Nee? Goed. Als het zo gespeeld moet worden, dan spelen we het op die manier. Laten we er niet meer over praten. Laten we niet meer praten. Oude doek. Jou bewaar ik. Ja. Ja. En daarna bij.